zijn weer al goed. Ja, we zijn bij Landal Heideheuvel. Waar? Heideheuvel. En daar zijn we nog nooit geweest, dit is onze eerste keer. Ja. Dat we bij deze landen al zijn, het is wel leuk. We hebben echt een luxe kleedkamer, kijk. Kleedkamer van nu is de bowlingbaan. Kijk, en hier is meteen onstage. Dus we kunnen meteen van backstage, kunnen we meteen onstage. Dat is handig, hè? Hij poetst nog even zijn gitaar en zijn snaren. Even stemmen. Zullen we inzingen? La 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 la. Nou, niks meer aan doen. Hij is nog goed gestemd van gisteren. Nou, dat is ook goed. Ik ben ook nog goed gestemd van gisteren. Ja. Ben jij ook nog goed gestemd van gisteren? Ja, gisteren was heel gezellig. Ik heb heel veel verzoekjes gehad. Ja, het was gezellig. Hopen dat hier nou weer net zo... Je ziet wel tijdens het diner, hè? Of ja, tijdens het diner, tijdens het eten. Ja, we mogen lekker luisterliedjes. Ja, dat vinden we ook wel weer leuk. Iets rustiger. Wie weet. Maar wie weet waar het schip zal stranden vandaag. Misschien is dat ook wel polonaise aan het einde van de... Blijf hier de feest. Het is nog steeds carnaval. Het is nog steeds geen carnaval meer. Dat je het even weet. Even testen of je het doet. Hij staat er niet. Hij doet het. Tegen wie praat ik eigenlijk? Geide Ahnung. Jij bent van de Mie. Zo, een hele goede morgen. Ja, dat voelt raar om dat te zeggen als artiest. Ik moet optreden in de ochtend. Moet ik al beginnen bij Center Park Ter Heels. Dus ik ben er al. Even kijken, ik zal eens even laten zien. Dit is het mooie Center Park Ter Heels hier, met de mooie country club. En dan gaan we weer eens even kijken hoe we dit vandaag voor elkaar gaan brengen. Eerst even de spulletjes uitladen uit de bus en dan kunnen we zo weer van start. Zo, alles is geïnstalleerd en alles staat klaar. De gasten die komen net binnen. Ik zal even meenemen naar hoe het er nu uitziet hier, binnen weer. Hey, daar zijn we weer. En daar is mijn man. Ja, en ik zit aan de kefir. Hé, hey, dat is gezond, hè? Gezond, hè? Hij is zo gezond bezig. Hé, hey, ja, maar heb je ook gefilmd wat je net allemaal hebt gegeten voor de mensen? Of nee. Dan niet? Nee, maar ik was wel lekker bij Ter Heels en ik had lekker gegeten. Ja, precies. Hé, hey, het is zondag en ik ben vanochtend naar de documentaire geweest van het Spookslot. En dat was heel erg leuk. Ja. Hoe het Spookslot gemaakt en gesloopt is. Nou ja, dat gesloopt niet echt, maar daar ging wel een beetje over. En jij hebt al bij Ter Heels gestaan. Heb je dat al verteld tegen de mensen? Ja, ik heb al een beetje gevlogd. Dus jullie weten dat al. Oh, waar ben je? Daar ben je. En nu gaan we naar... Vennebos. Landen als Vennebos. Daar hebben we ook wel zin in, want dat is lang geleden. Ja, dus... Hebben jullie nog nooit mee naartoe genomen, mensen van de vlog? Nee. Denk het niet. Oh. Dus dat is wel leuk. Eerste keer Vennebos dan. Ja, dat is gezellig. Dat is lang geleden. Ben je moe? Ja, een beetje. Mag ik gewoon eerlijk zeggen, het is een real life vlog. Ja, ik weet het. Ja, hij is gewoon keimoe. Ja, een beetje liggen slapen op mijn schoot. Ik ben keimoe, maar als je dan zo de eerste optreden hebt gehad en je komt thuis en je gaat even op de bank zitten, een afleveringetje kijken van Patty, dan krijg je wel krijg je zin om een beetje om te pitty. Ja, nou, dus hij is een klein beetje moe, maar dat geeft niks. Dat komt eigenlijk wel goed, want dan krijg je natuurlijk heel veel energie van alle gasten. Dus we gaan het nu doen. We gaan er naartoe rijden en lekker eten bij het Vennebos. En Joris heeft verkeerd gekeken. En jij? Nu zijn we een uur te vroeg. Ja, we zijn een uur te vroeg. We moeten pas om 8 uur beginnen, maar we zijn er al... Het is nu 6:30. Dan heb je wel tijd om lekker ontspannen te eten. Maar waarom heb ik dan fout gekeken? Ja, omdat jij zei dat we om 7 uur moesten beginnen. En ik kom hier en ik kijk hier zelf. En zie ik dat het 8 uur is.
Had hij bij het verkeerde park gekeken? Kijk, de Mongol. Welk park heb je gekeken dan? Lommerbergen. Ja, daar staan we niet. We staan bij het Venebos. Hey, het zit er weer, het zit er weer op. Gewoon twee stuks. Ja, ben je moe? Oh, nou, de king daar kan een liedje doen, ja. 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 Nou ja, je bent morgen vrij, toch? Ja. Ja. Oh. Goedemorgen. Morning. Vandaag gaan we naar Ruud en Merel. Want Merel is jarig. Merel is jarig, dus dan gaan we er gaan met ze naar de sauna. Wel op badkledingdag. Ja. Ja. Maar we kunnen dan de camera niet meenemen. Nee. Laat hem maar staan, joh. Nog eens zingen? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. In de gloria, hier ben ik. Te veel geluid. Welkom bij autisme en jarig. En muziek. Hallo. Hey, hallo, lieve vloggers. Wat is het lang geleden dat jullie mee hebben gekeken? Of in ieder geval... dat we even een vlog hebben opgenomen. Echt, hè? Hoe komt het, René? Ja, het is een stukje rustiger. Ja, het is niet per se rustiger achter de schermen, maar voor de schermen wel. Ja. Wel even lekker. We hebben wel een paar optredens nog wel gehad bij de Lommerbergen. Ja, maar daar zijn jullie al wel eens geweest. Zijn we zijn met al jullie. Zo vaak met z'n allen geweest dat, dat we besloten hadden om niet te vloggen. Ja, en soms dan is het ook wel af en toe een keer lekker. Weet je wel, dat je jezelf niet meteen vast hoeft te leggen. Nee, dat klopt. Maar we zijn jullie niet vergeten, hoor. En we zijn wel heel vaak naar het theater geweest de afgelopen tijd. We zijn bij Viking nog een keer geweest. Om bij Viking geweest. Vast te leggen. We hebben meegeholpen bij je vader bij het klussen. Ja, we hebben keuken meegezet. Nou, mijn ouders vinden de vlog kijken heel leuk, maar op de vlog komen helemaal niet. Nee, dus dat hebben we ook niet gedaan. Nee. Dus, ja. Maar vandaag zijn we weer lekker onderweg naar het theater. Hey, en wie gaan we bekijken? We gaan Jamai zien. Okay. Ik heb nog nooit Jamai gezien, jij wel? In de Efteling een keer. Oh, in de Efteling. Heb ik samen met hem gewerkt trouwens, zelfs. Samengewerkt nog wel. We hebben een keer hem gezien terwijl we in de Efteling waren, maar ik heb met hem in een musical gespeeld. Oh. Door een roosje. En door een roosje, wat leuk. En hier ben ik. Hierzo. En toen moest ik, was wel leuk, toen moest ik wel eens samen met hem tosties maken. Tosties? Ja, we hadden een tosti-ijs in de vorm van een koe. Met de koeienkop. Je moest je dan dicht doen en als je hem dan dicht doet, deed hij en dan gingen we samen tosties maken. Aha. Dus dat was wel leuk. Ik heb hem verder eigenlijk nog nooit gezien. Dat ik ben er wel... Nee, hè? Ik was er wel... Nou? Ojo! Huh? Hoe kan dit nou? Oh, dit zal ik eens even laten zien. Alles staat onder water hier. In Venlo. Nou zeg. De Maas staat een beetje hoog. Maas. Ja, Maas. Maar ja, ik heb Jamai nog nooit leren kennen, maar ik ben ja, wel... Ik zal hem niet meer kennen, denk ik. Ik was 10 jaar oud. Ik was vroeger wel fan van hem, hoor. Ja, had jij die poster op aan? Ik had de poster en ik was fan van Jamai en mijn zus die was helemaal fan van Jim. Jim. Van Jim. Jim. Was toen een hele strijd, hoor. Ja? Ja. Maar hallo, hallo. Iedereen denk ik toen, was echt het eerste jaar van Idols, hè. Dat was echt toen helemaal hot and happening. Ja. Ja, dat was wel een leuke tijd. Maar gaan we dus vandaag in het echt zien. En hij gaat allerlei liedjes doen van Elton John, dus ik ben benieuwd. Ja, ik heb er ook wel zin in. Ja. Nou. Doei! Klaar voor? Klaar voor. Heb je de telefoon uit? Nee, nog niet. Wat ging ik nou doen? Je moet wel, hè? Ja. Ja. Nou doen. Het is lekker druk. Volle zaal. Ik denk wel dat we altijd naar de meeste voorstellingen gaan in Venlo. Zelfs ons favoriete theater. Iets met ze. Regelmatig. Ja, hier is wel vaak plek. En in het Parktheater in Eindhoven zit het wel sneller vol. Dus we gaan wel sneller naar Venlo. En Candy woont in Venlo en die gaat vaak met ons mee. Ja, maar die kan nooit op dinsdag. En dan gaan we al 2 keer achter elkaar op dinsdag. 2 keer achter elkaar gaan we op dinsdag. Wat zaten we vorige week dinsdag hier te kijken dan? Maar dat was Piaf. Ja. No. Je ne regret rien.
alles net de straat uit. Want we hebben vandaag, ik weet niet of we dat gisteren hebben gezegd, maar als we dat knippen, dit er gewoon uit. Maar we zijn onderweg naar Team Pour Toujours. Oui, oui. En als je daar afvraagt waarom, of ze Frans pourquoi. Pourquoi? Nee, ja, we gaan dus, Team Pour Toujours, die gaat de Alpe d'Huez fietsen. En wij mogen niet fietsen, want dat kunnen we niet. Nee. Maar we gaan wel zingen op een... Op een benefietavond. Benefietavond, zo noemen we het eigenlijk. Het is benefiet diner. Ik wil altijd zeggen benefiet gala, maar dat is het ook weer niet. Dus het is gewoon een benefiet diner. Doe jij daar even de wegveren invoeren? Nou, eigenlijk is dat niet de afspraak, want de afspraak is dus altijd dat hij thuis, voordat we wegrijden, alvast de tomtom instelt. Wat mag jij nu doen? Nou, dus dat moet ik even doen. Maar we nemen jullie straks weer mee naar Team Pour Toujours. Daar gaan we geld inzamelen voor het KWF. Ja, dus ik ben benieuwd dat we... Ik hoop dat we aan het einde van deze vlog een mooi bedrag kunnen onthullen. Ja. Voor Team Pour Toujours. Allerbekend Team Pour Toujours. Die gaat... de Alpe d'Huez op fietsen. We gaan straks een weddenschap afsluiten hoe vaak ieder teamlid de Alpe d'Huez gaat fietsen. 1, 2. Er zijn nogal wat blessures in het team. Sommigen kunnen nog niet eens lopen, laat staan fietsen. Nou, we gaan zien hoe ver het komt. Ja, zometeen krijgt u een heerlijk drie gangen diner voorgeschoteld. Aansluitend is dan de vierde gang. Dat is de uitgang, maar dat is pas om 11 uur. Ja, nou, we hebben even pauze. De benefiet is bezig. Je hoort de mensen ook wel een beetje praten. Het is hartstikke leuk en het is heel gezellig. Ik weet niet of je het goed kunt zien op de film, maar het is wel op een hele leuke plek. We zitten namelijk bij de Bottle Distillery. Hier in Eindhoven. En daar maken ze dus de lekkerste gin, lekkerste rum. Kijk, daar staan alle flesjes. Je kan het nu niet zien, maar het is donker. Maar daar liggen dus allemaal eikenhouten vaten waar het ligt te rijpen. Zeker de moeite waard om eens een keer te gaan kijken. Maar het is dus heel erg leuk hier. En het gaat goed. Ik heb op muziek gezet. Dan heeft hij wat meer body. Lijf is... Oh, heb ik gehoord. Hi. Dat is voor de vlog. Je komt in de vlog, Jamie. In de vlog, jeetje. Nee, het lijf is meer... Wij willen u graag voorstellen aan Jamie. Het wordt onze nieuwe geluidstechnieker. Oh. Dat was hij altijd al. Zonder dat hij het wist. Nee, ik film me niet. Oh, was je nog niet aan het filmen? Nee. Nou, mag ik zal het even zo doen. Waar zijn we? We zijn bij Uitgaanscentrum De Kers. Met? Met Jamie. En Joris. En wat hebben we gedaan? Charlotte is er ook bij. En wat hebben we gedaan? Kijk, die zit daar. Hallo. Het publiek. Ja, en wat hebben we gedaan? Want dan moeten we wel even uitleggen aan onze volgers. Oh, ja. Want we kunnen het wel in beeld brengen, maar dan moeten we wel vertellen wat we doen. We konden nog verbeteren, flink verbeteren in ons geluid. En daar hebben we natuurlijk een expert voor nodig. Ja. En dat is Jamie. Jamie is de expert. De sound expert. Ja, en die heeft dus ons even bijgeschoven alvast. Hij is me nu aan het appen, dat is ook raar. Met Jamie en nu? Echt al half uur geleden. Ja, nou ja, goed. Hij komt nu binnen. Krijg je nu pas binnen. Maar hij heeft dus ons opnieuw een beetje ingesteld en ingeregeld. Zodat we straks weer, als we bij jullie zijn, goed dat klinken. Dat we extra mooi geluid hebben. Want nu, we kunnen nog steeds niet zingen. In het begin al met de audio instellen. Gewoon al hoe we op de beste manier de audio overgedragen krijgen naar de speakers. Ja, we kunnen nog steeds niet zingen, maar het klinkt al wel beter. Toch? Groot gelijk. Nou. Oké, dan weten jullie dat ook weer, maar ik denk, ik moet even uitleggen wat de mensen zien. Ja, dat is wel zo fijn. Nou, dat is, en hij shout ook nog mee, maar dan moet ik dus nou even dit wegleggen, want ik moet zelf ook shouten. Nou, het is een grote Indonesische rijsttafel, hè, voor met z'n drieën. Maar wordt een groot werk. Ja, kijk, dat wil je ook wel, hè, maar dat mag niet. Er wordt vandaag een groot werk gezet. Nog meer bakjes, hoeveel bakjes hebben we? Jeetje. Het is goed voor de plastic. 19, 11, ja. 20 bakjes of zo. Ik heb hier zo'n zin in. Dat ik niet.
vandaag zijn we in Schipluiden. Nou, ik ben er nog nooit geweest, maar het ziet er wel heel mooi uit. Ja, het is, en de zon schijnt. Het is heel groen. Ja, en de zon schijnt. En de zon schijnt, dus het belooft een hele mooie dag te worden. Ja. En het is, Schipluiden ligt vlakbij Rotterdam. Nee, ja, toch? Ja. Tussen Rotterdam en Den Haag, toch? Ja, een beetje zo technisch gezien. Zuid-Holland ligt. Hé, hey, kijk, hier hebben ze een Total. Hey. Over Totals gesproken. Ja, maar daar hebben we nu niks aan. Nee. Je niet te denken, dus we gaan lekker zingen. Ja. We zijn er bijna. En vandaag... hoeveel gasten? 40 waren er, hè? 40 gasten? Ja. Maar 40 gasten zijn er vandaag. We mogen spelen tijdens het diner. Hey. Nou ja, niet per se. Eerst tijdens het diner en daarna nog gaan we nog proberen een feestje van te maken. Precies. Hey, kijk, ze hebben een hele mooie bruggetje daar zo. Ja, we hebben het niet overleefd, want we zijn er al bijna. Oh, zijn we er al bijna? Is het hier? Het is hier een stiltegebied. Nou, oh, René. Nu moet stil zijn. En dan hebben ze ons uitgenodigd. Oh, jeetje. Nou, tot zo. Zo, ben je er klaar voor? Denk het wel. En jij? Ja, ik ook wel. We zijn opgebouwd. En de gasten komen net binnen. Zo, nou, het is 11 uur. En het was weer een geslaagd feestje. Ja, dat was heel leuk. Ja. En dan moet ik even snel Duolingo doen. Dat is mijn streak niet goed. Anders is een 21 dagen streak niet goed. Dus nou... Joris is Engels aan het oefenen. Hij pakt er helemaal niks van. In Engels. De uitspraak is zo slecht. Zeg, ga maar eens Engels oefenen. Nee, grapje. Nou, ja, twee E's toch? Nee. Nee, met één E en een streepje. Ja, maar de streepjes doen we niet aan. Het is gewoon de E inhouden bij een Mac, jongen. Yeah, I don't care. I really don't care. It's like René Froger en René Schumanns. Oh yes, of course. He is René Schumanns. Yes, I am. Oh, ja. Oeh. Moeten de boxen vatten. Die speakers staan nog aan. Ja, nu niet meer. Hey, kom maar zelf. Vandaag zijn we bij Colin in de studio. Oké, er wordt echt kaart gevlogd. Ja, hallo. Ja, hallo. We zijn een liedje aan het maken. Onze eerste nummer. Onze eerste echte. Ja, ja zeker. Het is een heel, heel gevoelige aangelegenheid. Heel gevoelig. Heel gevoelig. Ja. Janken. Heel persoonlijk. Janken als een motherfucker. Maar wie heeft al gejankt vandaag? Ja, René. Ik drie René. Keer. Ja, zeker. Dat is een goede score. Ja. Jammer dat we dat niet gefilmd hebben. Ja. Dat, ja, dat is een ja. Krijg je nog wel te zien. Nou René, we zijn weer en goed. Ja, today's the big day. Oh, we blijven in Veldhoven vandaag, want we gaan naar het oude slot. Ja, want mijn zus gaat trouwen. Met de dochtertjes. Ja, heel speciaal. Ja, en ik weet niet of we het gisteren goed hebben uitgelegd, maar gisteren hebben we dus bij Colin een liedje geschreven. Beetje last minute dus. Ja. Het heet Dan trouw ik toch met mama. Het is eigenlijk ons eerste echte liedje wat helemaal af is een keer. Ja. Voor zover het af is, zeg maar, hè. Maar laten we het afnoemen wat we geschreven hebben. En dat gaan we vandaag zingen op de ceremonie. Ja, want eigenlijk vandaag, ja, de grootste wens van de dochter van mijn zus was om te trouwen met mama. Ja. Dus die gaan we vandaag nog uit laten komen. Dus yes. Dat is wel heel leuk. Ja. En ook wel een beetje spannend. Moeten we wedden? Ga je het droog houden tijdens het zingen, denk je? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik kan het niet garanderen. Nee. Ik denk het niet. Dat jij het droog gaat houden. Dus dat is ook bijna niet gelukt. Je hebt mij wel nog een paar keer geluisterd vandaag. Ja. Is het toen gelukt? Ja, vandaag heb ik het droog gehouden. Maar ja, gisteren natuurlijk altijd is het maken niet. Dus ja. Nee, al heel veel niet. Maar elke keer als je hem toen daarna nog hoorde, moest je ook huilen. In hetzelfde ja, de auto ook. Nog. Ja, ook nog. Jankert. Kan niks aan doen. Nou, dus dat gaan we vandaag doen. En sorry als we de laatste tijd wat minder hebben gevlogd, maar... Ja. Achter de schermen zijn we in ieder geval druk bezig. En soms dan is het gewoon niet handig als daarbij de vlogcamera aanwezig is. Hoe graag we ook alles willen delen met iedereen. Maar voor het proces is het soms even handig als we niet de hele tijd op onze vingers worden gekeken. Ja. Maar goed, we gaan beloven dat we jullie weer meenemen richting de Ziggo. Maar eerst oude slot Veldhoven, ook leuk.
bijna hetzelfde. Het is wel lekker dichtbij. 3 minuten rijden. Ja, dat scheelt. Komt er goed uit, want ik was weer op het nippertje. Met inpakken. Ja, we zijn al te laat. Te laat, te laat. Echt artiesten komen natuurlijk iets te laat. Madonna was ook te laat in de Ziggo Dome. Oh ja, dat klopt. Ja, heel veel dat was te laat. Dat was ook al 2-3 uur, toch? Ja. Nou goed. Succes. Jij ook. Als je wel even mogen scheren. Ja, ja, knip hem eraf. Knip hem eraf. Knip hem af? Ja, die baard. Ja. Die had je eraf moeten knippen. Iemand was te laat uit de douche. En toen moest ik alles inpakken. En toen dacht ik ook al van, ik moet mezelf even scheren. Maar ja, daar had je tijd voor. Met het scheerapparaat lag al klaar. Volgens mij heb je het gewoon slecht gedaan. Ik heb het gisteren gedaan. Dat je zo'n snelle braasgroei had. Maar goed, oké. Nou, we zijn er. Daar. Zo. De wensput. Ik kom even vloggen. Nou. Beetje te laat. Ja. Los het daar de maaltijd van. Goed, mensen, dankjewel hè. Ja, dankjewel. Doeg. Dank je. Nou, we zijn net klaar. Bij het oude slot. Maar het was een hele mooie bruiloft hè. Joris, hoe vond jij het gaan? Ik heb het zelf gedaan, moet ik nou zeggen, ook mezelf. Ja, goed? Hoe vond jij het? Ja, het ging goed. Nou, we hebben het droog gehouden. Woehoe! Kijk, breng mij eens een keer in beeld dat ik ook echt werk. Ja, je werkt ook echt. Mensen weten dat nooit. Ja, je bent een goede showert. Ja. Ik ga nou in de bus. En vanavond moeten we weer zingen. Ja. Vanavond hebben we een lekker feestje. Ja. Mogen we weer zingen bij Karel en Johan. Oeh, gezellig. Hallo. Ik zet hier maar een koek. Oh, hier is het ook. Zo'n die bij. Ja, nee. Wat is het? Nee.